Vroeger als ik krijzend van paniek bij moeder kwam, met een dikke bult of met een schavond of een schram, of een blauwe plek. Plek. Ik hoor zo'n rare galm. Nee, ik hoor het niet. Nee, niet waar. Dat zei Mieke. Die zei, hier zitten. Oh ja. En die meneer die staat er ook nog voor. Hé, hey, is dat een foto bekend? Huh? Rij 7. En hoe heet die? Kan je een beetje die kant op, zonder dan staat een gekke ding erop. Ik weet niet wat dat is voor een apparaatje. Even een beetje naar rechts. Ja. Nog iets? Kan je een beetje kijken zoals Kees? Maar dat moet, net als bij Kees, moet dat een beetje leuk zitten, hè? Kees van dat leuke haar. Maar dat zit een beetje rommelig. Maar ik kreeg een tip dat ik de FIFA moest kopen. Blijkt helemaal achterin een rubriek te staan. Man in bed. Of een rubriek, het zijn gewoon impertinente vragen aan een anonieme Harry in dit geval. Zijn grootste afknapper is vrouwen met kort haar. Zeikert. Maar zijn heftigste ervaring, dat was gepijpt worden tijdens een voorstelling van Kees Toorn. Echt, die staan in de FIFA. Je mag het toch wel zeggen dat je iets hebt bereikt als cabaretier. In de hoofdstad Nairobi wonen 2 miljoen mensen. 80% van de bevolking leeft van veeteelt en akkerbouw. Wat kun je zeggen over de hoogte van Kenia? Helemaal niks. Hoeveel procent van de mensen woont in de steden? Ik ben onderwijzer op een basisschool, de Waalse school in Rotterdam. En doe ik groep 8. En daar werk ik al 15 jaar. Dus nee, je weet wat voor wijk dat is, een apart publiek. Het is wel lekker pittig, maar daar hou ik wel van. En dan vraag ik twee heren om even de boeken op te halen. Wil jij dat doen? En Jordi, wil jij ook even de boeken ophalen? En doe dat een keertje lief. Het zag er op papier wel leuk uit. Als ik het niet dacht. 97, nee, want hij is 94 begonnen. Ik heb van elk jaar heb ik een boek. Daar heb ik dus alle foto's in. Ik dacht eerst eentje voor mijzelf en voor hem al die boeken. Ja, dus dit is allemaal, dus al de dingen die hij gedaan heeft. Heb je die doos nog wel gezien? Ik heb nog een hele doos. En dat zijn dan één recensie. Nou, toen hier de M.G. Smitprijs. Die heeft hij in 94 ook gewonnen. Nee, in 99. Ja, dat, is, dat staat hier, want dat kreeg ik dan voor de moeite. En hij heeft nog een prijs. Ja, bij een heleboel bekers had hij ook al, hoor, voor die tijd. Daar staan die andere boeken nog van. Nou, dit is een foto die heb ik ook nog gemaakt. Werd hij een jaar. Okay, en dat is... Maar hij had zo'n vreselijke hekel aan een verjaardag, heeft hij nou nog. Plek zat.
Ja, ik ken al die programma's niet meer uit mijn hoofd. Het zijn er al zoveel geworden. Want hij is onze 14e programma toe, zo. Kun je het niet zo doen dat die rat groter wordt dan ik? Dat is het verhaal eigenlijk. De rat gaat de mens inhalen. Dus eigenlijk wil ik op de poster dat die rat een soort van naar voren komt. We doen even zo. Heb je daar niet een lens voor? Oh, Kees. Oh. Dat is niet zo. Oh, je nek. Maar denk even na over je uitstraling. Wat wil je nou laten zien? Maar nu kijk je angstig. Ben je bang dat de rat het overneemt? Ja, maar kijken hoe die... Ja, in de lens. Ja. Probeer het uit te stralen. Ja. Echt? Ja. Meer. Laatste. Klaar. Ik vind het top. Ik wil niet zo'n bekendheid worden dat ik op straat lastiggevallen word. Dat voortdurend mensen me op de schouder gaan slaan. Van, hey Kees, wat was je weer leuk gisteren in je oudejaarsconferentie. Dat moet ik niet hebben. Ik wil wel rustig in een restaurant kunnen zitten. En ik wil niet met lijfwachten over straat moeten. Ja, maar... Ja, bedankt, was te kort, dat vergeet ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet. Je bent nu enkel nog herinnering. Het was een babytje, een heel klein babytje, Tony. Wat veel te vroeg geboren is. En dat ging in zo'n heel klein kistje. Ze hadden nog ineens een couveuse naar. En zei ze, ja, ik weet niet of hij het redt. Want hij was net 3 pond. Het was een heel klein manneke. Mocht het niet voeden. Ik had het zelfs niet eens vastgehouden. Ze gooiden er een doek overheen en ze rennen ermee weg. Want ze dachten dus voor die tijd dat hij dood was. En nou, toen kwam de dokter terug en die zei... het leeft, maar het is heel klein en hij moet er heel hard voor vechten. Nou, toen kwam die thuis. Ja, het was mijn kind gewoon niet. Een kind weet je precies hoe het ruikt, als het net bij je ligt en dergelijke. Nou, dat had ik helemaal niet. Heb je ideeën, plannen, wensen? Dit. Mm. Als je het 6 weken laat groeien en niks aan doet, dan ben je al heel end. Had ik het ook niet hoeven te wassen. Organist worden. Dus ik heb ook ooit eens, op een blauwe maandag ben ik begonnen met pianolessen. En, maar ja, dat is natuurlijk geen orgel. Bovendien, als ik dan thuis kwam met mijn boer, er ligt een kip in het water. En dat ging trots laten horen. Dan stapte daarna Kees achter de piano en die speelde de 2e symfonie van Beethoven. Nee, maar ik ben geen concertpianist geworden. Dat wou je eerst wel? Dat, ja, waarom niet? Ik wou ook wel astronaut worden. Dus met dat fanatisme ben ik naar het conservatorium gegaan.
Hij had zo'n ontzettende mooie aanslag. Want er zijn, geloof ik, 40 kinderen op het conservatorium waren daar. En er zijn er toen maar 3 aangenomen. Als je concertpianist wil worden of zijn, moet je wel 9 uur per dag studeren. En dan moet je trouwen met zijn instrument. En niks daarnaast. Maar ja, hij studeerde gewoon op zijn eigen manier. Hij moest Mozart spelen en ging de Chopin instuderen. Hij was altijd dwars. Ja, want hij zegt, ik wil componeren en ik wil versjes schrijven en ik wil spelen. Nou, dat kan hij allemaal in dat cabaret nou. Wisten jullie al dat het zonder pauze is? Wat begint zo'n tweede helft onverwachts, hè? Merk je niks van? Maar ik moet even een sigaartje, anders trek ik het niet in 1 keer. Zo'n hele avond. Daar heb ik iets op verzonnen. Mij maken ze niks meer. Sta ik straks daar met mijn sigaar? En ik verwek bij jullie trek. Voel je dan vrij en kom erbij in mijn decor. Het staat ervoor. En op het eind, als u verdwijnt, dan kruip ik ook weer in de rook. En dan is het toch leuker met een knappe meid die mij verleidt. Op de basisschool deed ik zelf heel veel toneelstukjes. En toen zei er nog een juffrouw van, ja, wil je zelf niet later op het toneel? En dat leek me hartstikke leuk. Maar ja, nu ben je altijd natuurlijk het broertje van. Dus dan kies je voor een andere weg. Wanneer je even niet hebt opgelet. Staat in Rotterdam alweer een flat. Dames en heren, even uw aandacht, alsjeblieft. Stop de spullen even weg, Kevin. Even luisteren. Volgende week donderdag. Dat is de dolle donderdag. Dan kunnen jullie 's middags iets meenemen waar je hartstikke trots op bent. Dus, wat zei je? Mijn kat. Ja, bijvoorbeeld je kat. Weekfinale. Finale. Ja, een bekerfinale. Hebben jullie zelf een bekerfinale gewonnen? Dus neem je eigen beker. Afstappen, lopen. Dat is de 5 minuten pinteren. Ja. Het is een beetje jammer, hè? Ik zei afstappen. Wat zegt u? Ik val uit mijn bed als ik ergens logeer. Ik val uit mijn slaapzak wanneer ik kampeer. En stoot als ik wild aan mijn whiskyglas nip. Mijn tand door mijn lip, want die is nogal teer. Twee spieroefeningen. Loes laten zien met behulp van een stoel. We gaan eerst het gedeelte tussen de schouder en de hals even trainen. Dank u wel voor het winnen. Ja, wel het grootste team allemaal.
Of dat bier al niet meer. Mooi bier, hè? Al doe ik. Ik denk dat je verkeerde schoenen aan had. Je moet een gladde zool hebben om je goed in balans te houden. Nee, ik deed het zittend. Ah. Ik dacht dat gaat makkelijker. Ja, dat lijkt mij ook makkelijker. Het is niet makkelijker. Zoek afscheid. Ja, het is zittend veel makkelijker natuurlijk. Oh ja. Ja. Ja, bij jou ziet het er makkelijk uit. Kun je je zuster roepen of? Nou, op dit. Bij het knopje. Dit heb ik nog nooit gehad. Zuster? Zuster? Vroeger, als ik krijsend van paniek bij moeder kwam, met een blauwe plek of met een schaafwond of een schram, of een dikke bult of met een gaatje in mijn kop, gaf ze er een kusje op en was het over. En ook wel dat ik naar de kerk was, dan hadden ze geen zin om mee te gaan. En ik de lucifers allemaal weggedaan en zo. Dat ik denk, nou, als je netjes gedragen, ja hoor. Wat bleek het naderhand, hadden ze naar het... wereldkampioenschappen met bobsleeën. Toen zei ze, dat maar uit gaan proberen in slaapzakken. Van boven meneer de trap af. En toen lag er eentje bewusteloos naar beneden. Toen ik haar liet kijken naar mijn uitgeslagen voet, waarop al een jaar een dikke schimmel had gewoed, met een penetrante lucht die op je longen sloeg en haar om een kusje vroeg, toen was het over. Ik vind speelfilmpjes heel erg leuk. Omdat het heel moeilijk is om zelf een verhaal te verzinnen. Kies je vaak een verhaal wat al bestaat. Dus een bekende film als uitgangspunt. Dus ik heb dan voor die foto bijvoorbeeld... dus heb ik eerst gewoon zeg maar een foto genomen buiten, weet je al. Ik vind het wel leuk omdat het barfeest is dat je met een fles wijn staat... in plaats van met een pistool in het origineel. En hoe staat het met het nieuwe programma? Staat al in de gidsen. Het staat al in de programmaboekjes, ja. Maar zonder die druk zou ik niks doen. Als ik dus niet die stok achter de deur had, als ik niet die contracten had voor 200 theaters. Heb ik dit gezien? Ja, daar heb ik wat maat erbij gezet. Want het lijkt volgens mij niet op wat ik... Dan kon je een beetje een indruk krijgen van hoe groot die werd. Ik herken dit helemaal niet. Nou, aan de hand van jouw schets heb ik deze gemaild naar jou. En daarin zie je wat hoogtematen staan. En volgens mij was het wel oké. Maar je hebt hem ondersteboven gehouden. Dit lijkt er meer op. Dus... Ja. Sorry. Kleur maar weg. Ja, jezus. Ik weet niet, ik bel nog wel. De kans wordt danig onderschat dat zich de mensheid binnenkort... Kun je harder zingen? Ik versta niet. De kans wordt danig onderschat dat zich de mensheid binnenkort op zijn atoomraketten stort. Kun je harder zingen? De kans. Of zachter spelen, maakt mij niet uit. Maar...
De kans wordt danig onderschat dat zich de mensheid binnenkort op zijn atoomraketten stort. En dan ligt praktisch alles plat. Veel dieren hebben het gehad en ook veel groen zal zijn verdord. Maar onze plaatsvervanger wordt zoals berekend is de rat. Die dinosaurus ging ons voor, die was miljoenen jaren lang de baas tot aan zijn ondergang, veroorzaakt door een meteoor. Zijn monopolie ging teloor en na een tijdperk van gehang de zijde op de tweede rang brak eindelijk het zoogdier door. Langpootmug, libelkever, dan gaat het ineens over insecten. Ik... Ja, maar... Wat haal je daar nou weer bij? Ik vind het heel verwarrend. En het is gewoon... Ja, het is niet goed. Het is niet heel goed geschreven, vind ik. Ik vind het een beetje... Doe eens met andere muziek, want dit komt niet over. De kans wordt danig onderschat dat zich de mensheid binnenkort op zijn atoomraketten stort. En dan ligt praktisch alles plat. Veel dieren hebben het gehad en ook veel groen zal zijn verdord. Maar onze plaats vervangen wordt zoals berekend is de rat. De muziek is veel, veel beter. Maar volgens mij wordt de tekst daar niet beter door. Weet je trouwens het verschil tussen diarree en harde poep? Weet jij het? Diarree is lekker zacht en harder. Nee, met diarree kun je gorgelen. Bedankt. Alsjeblieft, en een fijne avond. Ja, ook zo te kijken. Ik denk dat ik die aandacht wel nodig heb. Maar dat werkt alleen maar zolang je op het podium staat. En die aandacht ook hebt. En er om je gelachen wordt. En geapplaudiseerd. En je wordt toegejuicht. Dus dan voel je je lekker. Maar zodra je in je eentje met je bosje bloemen naar de parkeerplaats loopt. Of naar het station. Dan slaat die eenzaamheid weer toe. Nee, gekkie. Dat is voor vrouwen. Je laat het beeld meelopen. En dan kijk je gewoon heel goed naar de mond. En dat moet soms wel een paar keer over voordat dat goed zit. Okay. Maar daarna zie je er ook echt niks meer van. Op het moment dat ik in die ogen keek, wist ik dat ik alles voor haar zou doen. En dat is niet het ergste. Zij wist het ook. Zou je het voor me willen doen?
Tony heeft eigenlijk echt wel hard moeten leren om het te halen. Terwijl Kees, daar vloog het gewoon aan. We hebben vrij veel ooms, dus die kwamen allemaal met een doosje Lego. En binnen de kortste keren hadden we een krat vol. En als ik een bepaald steentje nodig had, dat hij op zijn ruimteschip had zitten, dan moest hij dat inleveren. Ja, en Kees was natuurlijk een verwend ventje eigenlijk, hè? Ik heb wel eens die jongens geloof ik een beetje tekort gedaan, maar ik was wel trots op ze, maar ik dorst dat nooit te zeggen. Wil je met me trouwen? Nee, hè? Nee. Maar vertel jij eens wat je hebt meegenomen. Zonder mijn voorzitter hadden we het denk ik niet gehaald. En daarom ben je hier trots op? Ja. Oh. En nu natuurlijk de laatste vraag. Wat eten we met kerst? Niet dit. Oh, nou, dat is goed. Applaus. Dank je wel. Nou, nu ben ik een beetje klaar met jullie dingen. Ik ga laten zien wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Dus tromgeroffel, alstublieft. Dit is nou mijn broer Kees. Dag, broer. Dag, broer. Ga je nog wat doen? Als het mag. Mag dat? Ja! Meestal niet, maar als het moet. Omdat zijn auto het niet doet. Of zijn forel viel niet zo goed. En Tony voelt zich steeds beroerder. Als hij het niet meer zitten ziet. Misschien op financieel gebied. En brood moet kopen op krediet. Dan is zijn broeder. Klapt zijn relatie uit elkaar. En voelt hij zich een beetje naar. Of is hij wel zo'n beetje klaar met school en met zijn rol als meester? Omdat geen leerling nog een woord van wat hij echt wil zeggen hoort. En wordt hij gek of zwaar gestoord? Kijk, dan is Kees er. Ja. Dankjewel. Heel lief. Nee, ben benieuwd. Ik heb een... Oh ja. Ook hier. Deze. En welke van de twee gaat het worden? Die. Oké. Okay. Mag je in de wasbak? Kom. Het is hier wel leuk. Ja, maar ik moet er vandoor. En dan ga ik eigenlijk verstoffen. Blazen, ja, even kijken hoe dat bevalt. Even niet geboekt worden. Dat doe ik al 20 jaar achter elkaar, zonder vakantie. Die flauwekul. Ik sta hier heel de avond al in carnavalslawaai. Ja, ik weet niet. Misschien kom ik er wel van terug, hoor. Maar dan heb ik 9 programma's achter elkaar gemaakt. En ik vind het steeds zwaarder worden om niet in herhaling te vallen. Is het met gersten nat? Kees, kan het korter? Kan het korter? Kan het... Van het vat had ik nog. Het is te veel. Kan het korter? La 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 ladder zat. La 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 zat eruit. La 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 la. Je moet het proberen allemaal veel korter te maken. Rat. Het is wel de essentie.